Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus, minister Ramdin belicht activiteiten vanuit Bibis, regering werkt aan uitvoeringscapaciteit, Suriname versterkt samenwerking met Frans-Guyana. Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie regulier basisgoederen, bezoek president aan Pelmolen Narvin NV en Suriname binnenkort in regionaal business platform. Minister Albert Ramdin van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking geeft een uiteenzetting van activiteiten vanuit zijn departement. De bewindsman gaat in op de CARICOM staatshoofdenconferentie die in juli in Suriname gehouden zal worden. Voorafgaand daaraan zal president Santokki ingaande 1 juni 2022 deelnemen aan de Summit of the Americas. Maar daarnaast op het stuk van Buitenlandse Zaken is er additioneel werk, omdat de president voorzitter zal zijn van CARICOM vanaf 1 juli. En dat brengt verantwoordelijkheden met zich mee. We zijn begonnen aan het begin van het jaar met de trilaterale summit, waarbij president Bolsonaro hier is geweest, president Irfan Ali en president Santokki hebben gezamenlijk gesproken over de toekomst van het gebied. Daarnaast was er ook een bilateraal bezoek van de president van Brazilië. En dat is ook op trek eigenlijk in termen van op het spoor om een goede relatie op te bouwen met Brazilië. En we hebben tussentijds dus gehad de High Level Security Conference. We hebben geparticipeerd zelf in vele meetings buiten Suriname, de president ook. En in aanloop naar de conferentie in juli, die begin juli wordt gehouden, zullen ook nog een aantal andere activiteiten plaatsvinden. Ik wil meegeven bijvoorbeeld dat de president zal participeren in de Summit of the Americas, de 9e Summit of the Americas, die wordt gehouden in Los Angeles. Dat zal zijn in de eerste week van juni, dus een maand voordat onze conferentie wordt gehouden. En de bedoeling is dat de president samen met andere regeringsleiders uit het hele westelijk halfrond, dus van Canada tot en met Chili en Argentinië, alle 35 landen daar aanwezig zullen zijn, op het hoogste politieke niveau, op het niveau van de staatshoofden of de regeringsleiders. En dat daar gesproken zal worden over een aantal essentiële zaken, het westelijk halfrond betreffende. We zijn bezig met de voorbereiding en president Santokki zal met een kleine delegatie dus ook daaraan participeren. En dan hebben we de conferentie die hier wordt gehouden. We verwachten de meeste, misschien ook alle CARICOM staatshoofden, de permanente waarnemers die er zijn, 5 van ze, dat zijn de territoren van de Verenigde Staten en van het Verenigd Koninkrijk in het Caribisch gebied. En we zullen nog zien of er nog andere gasten bij worden gehaald. Maar het is een hele levige agenda met belangrijke onderwerpen. Wij hopen eind van het jaar te kunnen vertellen dat we 1 goed op pad zijn naar het volbrengen van het economisch herstel. IMF-programma's lopen goed. De investeringen komen nu wel binnen. We zijn bezig, zoals ik eerder zei, de projecten uit te voeren op het niveau van de gemeenschappen. Dat zijn ongeveer zo'n 300 projecten. Niet allemaal gaan uitgevoerd worden in 2022, maar we proberen zeker zo'n 30, 40 alvast uit te voeren. President Chandrika Prasad Santokki heeft recentelijk aangegeven dat de regering werkt aan de opvoering van de uitvoeringscapaciteit. Het staatshoofd heeft in het parlement gezegd dat er vanuit de regering projecten uitgevoerd zullen worden. Van de regeringszijde wordt voortdurend nagegaan wat noodzakelijk is om de uitvoeringscapaciteit te maximaliseren. Na evaluaties is het gebleken dat er capaciteitsproblemen geconstateerd zijn op de ministeries. Om dit probleem te verhelpen zal de regering een programma-organisatie introduceren. Kijkt u mee naar het verslag uit het parlement. Meneer voorzitter, we zijn nu in een fase beland dat we projecten moeten gaan uitvoeren. Er zijn projecten geïdentificeerd vanuit verschillende structuren en verschillende documenten, zoals ons herstelplan. Daar zijn heel wat projecten
goedgekeurd, welk plan ook goedgekeurd is door uw geacht college. Daarna zijn er projecten binnengekomen via de commissariaten, via overheidsstructuren, via de ministeries. En uiteindelijk hebben we ruim 200 projecten, ontwikkelingsprojecten, besproken binnen de regeringsraad en dat ook goedgekeurd. Meneer voorzitter, maar daarbij hebben we ook kunnen constateren, namelijk dat er projecten zijn die snel uitgevoerd kunnen worden op basis van de beschikbaarheid van financiën, zowel vanuit onze eigen besparing als vanuit de internationale financiële instituten of van donorlanden en donororganisaties. En er zijn projecten die gepland zijn en die gefinancierd gaan worden door internationale financiële instituten. Maar ook projecten waarvan wij als regering beslist hebben, dat zijn die megaprojecten, grote projecten, dat die uitgevoerd gaan worden op basis van het principe van Design, Build, Finance en Operate, de BOT-model, zo is het bekend in de wereld. En dat doen we op basis van Expression of Interest, wat regelmatig uitgaat vanuit het ministerie van Openbare Werken, maar ook vanuit Staatsolie en andere ministeries. Meneer de voorzitter, want als we praten als regering over evaluatie van regeerbeleid, evaluatie van instituten, evaluatie van ook het functioneren van de instituten en de personen, dan denkt men heel vaak aan mutaties van personen, vervanging van personen. Als dat moet, meneer de voorzitter, gaat het ook gebeuren. Maar die evaluatie houdt ook in om na te gaan waar de zwakke punten zijn van het beleid. Om dat dan te versterken, om dat dan aan te passen. Zo hebben we kunnen vaststellen dat bij de uitvoering van de projecten waar we als regering ready zijn, dat er capaciteitsproblemen geïdentificeerd zijn op de verschillende ministeries. En dat heeft te maken met uitvoeringscapaciteit. Nou, wat ga je dan daartegen doen? We hebben als regering beslist, namelijk dat wij naast de regering, het formeel constitutioneel orgaan, een programmaorganisatie hebben samengesteld, bestaande uit de president die leiding daaraan geeft, met de vicepresident, dan heb je clusterteam van ministers, die gaan over projecten en daaronder heb je een sterk secretariaat. En onder het secretariaat heb je dan die taskforces, dat zijn projectteamleiders met projectteamleden, die dan die projecten gaan trekken. Natuurlijk komt dan die vraag van, ja, maar wat voor stimulans heb je, wat voor motivatiebronnen creëer je om ook deze personen naast hun werktijd ook te belasten met uitvoeren van projecten. En wij hebben dan inmiddels goedgekeurd, 3 weken geleden, meneer de voorzitter, incentives voor de personen die belast gaan worden met uitvoeren van projecten. De regeringsraad heeft goedgekeurd bedragen tussen de 8000 SRD om personen extra te betalen als ze bereid zijn projecten uit te voeren. Dat geeft ook al aan dat we de projecten versneld willen uitvoeren op basis van een programmaorganisatie. En we hebben publiekelijk opgeroepen alle personen die bereid zijn om ook projecten uit te voeren. En er zijn veel personen die zich aangemeld hebben, meneer voorzitter, ze zullen onderworpen worden aan een selectie. Inmiddels hebben we de ingenieursbureaus van Suriname ook uitgenodigd om met hun te praten over verschillende projecten en ook zij zijn bereid om ons te ondersteunen bij de uitvoering van al deze projecten. Suriname wil naar een bredere en meer strategische samenwerking met Frans-Guyana. Door deze samenwerking zijn er mogelijkheden om het grensgebied tussen beide landen collectief te ontwikkelen. Minister Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking geeft aan dat er tijdens een bezoek aan het Collectivité Territoriale de Guyane breedvoerig is ingegaan op deze kwestie. De president van CTG, Gabriel Serviel, is op 22 april 2022 op bezoek geweest bij president Chandrika Prasad Santokhi. Een van de meest belangrijke zaken is de samenwerking rond het grensgebied tussen Suriname en Frans-Guyana, het gebied bij Saint-Laurent-du-Maroni, maar ook over de hele grens naar het zuiden toe, Marowijnenrivier. Belangrijk omdat wat we zien is dat er veel verkeer is over de rivier, heen en weer. Er zijn Surinamers die in beide gebieden wonen, familie hebben. De Maron-gemeenschappen gaan steken over op dagbasis.
Kinderen gaan naar school. De medische voorzieningen uit dat gebied aan de Franse zijde worden ook aangeboden aan de Surinamers. Dus er is een intensieve relatie. Maar dat moet natuurlijk allemaal goed geregeld worden, want formeel zijn het twee verschillende landen. Dus daar zijn wat afspraken over gemaakt. We kijken naar een nauwe samenwerking, maar ook een gezamenlijke ontwikkeling van het grensgebied. En daar zijn wat overeenkomsten over getekend in het verleden. Dus op economisch gebied, op medisch gebied, op het gebied van onderwijs, maar ook op het gebied van handel en investeringen, wordt er samengewerkt. Er is een river council, een rivierraad. Maar wat is afgesproken? Dat zo gauw als mogelijk het niveau van de samenwerking wordt getild naar een strategisch niveau. Maar het grootste deel van de rivier is reeds besproken en reeds vastgesteld waar precies de grens ligt. Anders dan aan de Quarantainrivier, waar de grens is aan de linkeroever, dus meer aan de zijde van Guyana, bij lage waterstand. Dat betekent dat eigenlijk de hele rivier van Suriname is. De Quarantainrivier is anders aan de Marowijnenkant. De Marowijnenrivier is eigenlijk voor de helft van ons en de helft is van Frans-Guyana. Dus er moest precies worden vastgesteld waar dan de helft ligt. En dat is allemaal gebeurd. We hebben dat ondertekend. De relaties met Frans-Guyana zijn ook belangrijk omdat exporten plaatsvinden richting Frans-Guyana en van daaruit naar Europa. Omdat eigenlijk Frans-Guyana onderdeel is van een Europees land. Dus in dat opzicht ook belangrijk om die relatie goed te ontwikkelen. Wij gaan binnenkort niet alleen een strategisch samenwerkingsverband op papier zetten en ondertekenen. Zeer waarschijnlijk in de marge van de aanstaande CARICOM-bijeenkomst in juli. En daarnaast is de president uitgenodigd voor een officieel werkbezoek aan Frans-Guyana. Het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie, EZ, gaat van start met de regulering van basisgoederen. Minister Reshma Kuldeep Singh heeft op maandag 25 april in een onderhoud met vertegenwoordigers van de winkeliersverenigingen enkele zaken benadrukt die zullen worden doorgevoerd. Voor het ordenen van de basisgoederen hebben de supermarkten 1 maand de tijd en wel van 1 mei 2022 tot 1 juni 2022. De aanwezige verenigingen waren de Winkeliers- en Ondernemersvereniging Suriname, de Vereniging van Winkeliers, de Stichting Vereniging van Surinaamse Winkeliers en de Suriname Chinese United Association. Minister Kuldeep Singh heeft medewerking gevraagd van de winkeliersverenigingen om mee te gaan met de ordening. Aan alle supermarkthouders wordt gevraagd om de basisgoederen op 1 bepaalde plek te zetten, zodat het voor de consument overzichtelijker is waar ze de basisgoederen kunnen vinden. Dit vergemakkelijkt ook de controlerende werkzaamheden van de Economische Controledienst. De supermarkten zullen van het ministerie om de 2 weken ook een prijslijst met de maximumprijzen van de basisgoederen krijgen die ze zichtbaar in hun winkels moeten plaatsen, zodat de consument ook aan zelfcontrole kan doen. Een ander aandachtspunt, welke de minister ook naar voren heeft gebracht, betreft het hebben van een goedgekeurde weegschaal in elke supermarkt. Indien deze ontbreekt, zal de ECD tijdens de controlewerkzaamheden maatregelen treffen. President Chandrika Prasad Santokhi heeft een bezoek gebracht aan een pelmolen van Narvin NV die al langer dan 30 jaar bestaat. We zullen als regering zorgen dat wij de condities kunnen scheppen om ervoor te zorgen dat bedrijven kunnen floreren. Dit past binnen het beleid dat moet bijdragen aan het doel om van Suriname de voedselschuur van de regio te maken. Narvin NV is momenteel de grootste rijsexporteur van witte rijst in Suriname. Als regering geloven wij in public-private partnership. U doet uw deel en wij doen als regering ons deel. Aldus het staatshoofd tijdens zijn bezoek aan een van de pelmolens van Narvin NV.
Het bezoek heeft plaatsgevonden op zondag 24 april 2022. Het staatshoofd zegt ondersteuning toe aan ondernemers om hiermee het succes voor de natie te bevorderen. Rakesh Narsingh, ondernemer en eigenaar van Narvin NV, heeft recent zijn derde pelmolen geopend en heeft plannen voor uitbreiding naar een professionele parboiled rice plant. Het staatshoofd verzekert dat de regering haar deel zal doen om het succes van ondernemers en daarmee het succes voor de hele natie te blijven waarborgen. Hij bemoedigt ondernemers te werken aan betere technologieën bij de productie ter verbetering van de kwaliteit van het Surinaams product. Creative Tech Hub Caribbean en Action Invest Caribbean trekken samen op om samenwerkingsverbanden binnen de private sector in de regio te bevorderen. De kick-off hiertoe is gegeven op 25 april 2022 in het gebouw van de Digital Talent Academy. De dag stond voornamelijk in het licht van zakelijk kansen creëren voor Suriname. Potentiële investeerders en bedrijven in de regio kunnen via de Who is Who Guide zichzelf promoten. Via dit platform kunnen diverse actoren kennis maken met het bedrijfsleven in de regio en makkelijk in contact komen met elkaar om uiteindelijk zakelijke samenwerkingsverbanden met elkaar aan te gaan. In de nieuwste editie van het blad wordt het bedrijfsleven in Guyana gepresenteerd. Het ligt in de planning om het Surinaams bedrijfsleven in de volgende editie van het platform te presenteren. De guide komt reeds uit in verschillende landen in de regio. De launch van de editie over Suriname zal in november plaatsvinden. We started off in 2014 by actually purchasing the Action Coach franchise for Guyana. And that was heavily focused on business coaching and training. And then in 2015, when the first oil find was made and all the initiatives were being announced, we really recognized that there was a big gap in capacity development. So we started to pivot and really make sure that we offered a lot more of the needed training to Guyanese companies. And that just continued to evolve. We started being asked to do ISO consulting, ISO certification. And then we also noticed that there wasn't really a good platform for business-to-business marketing because, you know, television, radio, a lot of business people, you know, the consumers look at it, but the business people weren't really paying a lot of attention. Creative Tech Hub Caribbean is een cluster van bedrijven die zich richt op het Caribisch gebied. En wat wij doen is we supporten bedrijven en jongeren en vrouwen om in de digitale economie succesvol te zijn. Dus jongeren en vrouwen trainen we. We trainen hun vooral in de nieuwe beroepen. En we zijn een ICT-dienstverlenend bedrijf. Dus twee van onze bedrijven die verlenen ICT-diensten, waaronder infrastructuur, hardware, software. Maar ook website development, mobile app development, etc. En ja, de Surinaamse markt is een beetje klein. Dus we zijn altijd sinds een aantal jaren geleden meer actief in de regio. Vandaar dus de naam Creative Tech Hub Caribbean. We zijn actief in Suriname, Guyana, Trinidad, Jamaica en Barbados. En nu hebben we dus een samenwerking met Action Invest Caribbean. En dat is waarover vandaag gaat. Want Action Invest Caribbean is een organisatie die zich richt op certificering van bedrijven, maar ook professionalisering van de bedrijven en veel trainingen. Dus op het gebied van trainingen hebben we elkaar gevonden om ons te focussen op capacity building in beide landen, zowel in Suriname als Guyana. En daarover gaat vandaag. Ja, we hebben zoals we vandaag ook hebben gezien enkele die al in de Who is Who in Guyana Business Magazine voorkomen en hun voordelen. Die hebben ook uitgenodigd om daarover te vertellen. Dus bij hun is het animo natuurlijk, is het er. En we verwachten dat ook voor Surinaams bedrijven dat zal gaan toenemen. Zeker na deze mooie reportage en laat maar zeggen wat we nu hebben aangeboden. Maar wij gaan natuurlijk ook, zoals wij zijn, heel gedegen met iedereen communiceren, laten zien wat houdt het in, wat zijn de voordelen van zo'n guide en hoe kunnen we samen groeien. Dus we zien het als een heel positieve stap en we denken, we weten zeker dat het zal gaan groeien, ook voor Suriname. Om even aan te geven, in november zal Guyana, zal hij, dus Action Invest, een vierde editie uitgeven en ze zijn al met meer dan 25% gegroeid vanaf het begin. Dus die guide werkt.
En dit was Focus. Bedankt voor het kijken. Graag tot een volgende keer. Goedenavond.